Ja, we wilden natuurlijk met z'n allen deze zomer naar festivals, muziekfestivals. Maar ja, we weten het allemaal, die gaan niet door. In elk geval niet tot 1 september. Rob Bout, jij bent de man achter Dutch Rally, Spaarnwouden. Ja, producent. Producent ervan. 9 augustus zou het zo zijn geweest. Onze 10e editie. 10e editie, een jubileum. Heb je hem nou al in je agenda doorgekrast of doe je dat gewoon niet? Nou ja, zeker doorgekrast. En normaal ben ik in deze periode al bezig met de line-up voor volgend jaar. En dat hoeft nu niet, want alles is naar volgend jaar doorgeschoven. Ja. Nou is het zo dat, ik heb even zitten kijken. Je had een fantastische line-up in je jubileum editie. Ja. Anouk, Hazes, Broederliefde. Afsluitend feest DJ Ruud, het blok met de Marcel Visser Band. Onder andere met de drummer Marijn Albers. Die heeft een berichtje gedeeld. Toch? 1000 keer is dat gedaan. En dat was een blok met Emma Heesters, met Tino Martin, met Jan Smit. Kortom, niet dat blokje dit jaar. Nee, een hard gelach is het, hè? Ja, ja, het is echt verdrietig. Ja. Ja, echt verdrietig. Ben je er ook echt verdrietig over, behalve dat het financieel een verdrietig verhaal is? Ik voelde niet echt verdriet, maar afgelopen dinsdag ben ik naar de loods gegaan, want ik wilde daar zo legernetten en wat andere spullen hebben voor een andere klus die ik doe. En dat is een immens pand en er is helemaal niemand. En het staat vol met festivalspullen. Echt rijen met festivalspullen. Het is een cateraar. Daar lopen er tijdens Dutch Valley zo'n 250 man van rond. Die bakken patat, vooral patat. Want bij Dutch Valley eten we 2 keer. die hal die is gewoon immens groot en leeg. En wat deed dat met je? Nou ja, ik kwam daar Jeroen tegen. Jeroen? Jeroen. En Jeroen is? Dat is de loodsmanager. Ja. En ik kijk hem aan en hij kijkt mij aan. En ik krijg een dikke keel. Ja. Dat had ik niet verwacht. Dus toen voelde ik ineens ook verdriet. Ja. Dat. Ja, doet je nu ook wat om het te vertellen. Je zei, ik was bezig voor een andere klus. Wil dat zeggen dat je nog wel geld verdient? Ja, ik ben een van de gelukkigen die nog wel werk heeft. Ik ben interim directeur nu bij een poppodium bij P3. En daar gaan we in drie zalen 30 musicals voor de eindklassen groep 8. Die gaan we produceren. En we hadden nog wat legernetten nodig. Het thema is jungle. En die heb ik toen uit de loods gehaald. En dat is dan corona-proof, neem ik aan, voor die klasse. En dan, hoe doen ze dat? Kindertjes onder de 12 jaar, hè, dat kan. En allemaal op 1,5 meter werken, ook van elkaar. Het is een protocol wat heel vaak heen en weer gegaan is naar gemeente, naar de veiligheidsregio. En dat is uiteindelijk goedgekeurd. Ja. Ja. Nou zijn er natuurlijk nog veel meer van dit soort festivals, hè? Ja. Jij spreekt ook namens de andere festivals. Nee. Ik spreek in dit geval spreek ik voor Dance Valley, Dutch Valley en Latin Village. Nou ja, dat zijn er nog een paar. Het is een triple productie. Zaterdag Dance Valley, zondag Dutch Valley en het weekend erop Latin Village 1 en Latin Village 2. En dan hebben we dan in 2 weekenden zo'n 110.000 mensen bediend. Ja. Dus ja, dat is zo. Nou is het zo, jij zei net, we gaan het gewoon volgend jaar doen. Is het zo dat jij zegt, ja hoor, en dat overleven we gewoon. We doen gewoon volgend jaar die 10e editie en geen centje pijn. Of zit je hier op zwart zaad ook, qua Dutch Valley? Nou, ik ben niet de eigenaar, dus in zoverre, ik kan niet in de boeken van mijn directie kijken. Want daar heb je geen zicht op? Voor het festival wat ik produceer heb ik gezicht op. Ja. En we trekken gewoon een glimlach en schuiven het blijmoedig naar volgend jaar. Maar dat kunnen jullie je permitteren? Ik hoop dat alles goed komt. Ja. We doen nu eventjes alsof we heel blijmoedig of dat allemaal gaat lukken. En dat merk ik bij heel veel collega's. We doen gewoon of we houden dit jaar. Dit jaar even overslaan en we gaan naar volgend jaar. En dan wordt het weer, want dat las ik, de grootste en gezelligste muzikale kermis van Nederland. We doen het gewoon volgend jaar. Hoeveel mensen gaan we erbij schrijven? Hoeveel mensen gaan we daarbij schrijven? Dat is een dure. Moeten er 1000 moet dat kunnen. 1000 mensen werken voor jullie? Mensen werken. Ja, tenminste. Nou ja, we hebben een klein kantoor, dus 10 man. Maar op het festival zelf loopt er zo'n 1500 man. Misschien wel 2000 met aanpallende industrieën die hier lopen rond. Ja, zeker. 2000, schrijf dat maar op. Ja. Goed, nou, wordt gewoon toegestaan hoor. 2000, er zitten er gewoon 2000 bij. Als jij dan nog eventjes je naam opschrijft, dan zijn we blij. En dan wensen wij jou ontzettend veel plezier met de musicals van groep 8. Dank met die netten die dan dus nodig zijn. Rob Bout, dank je wel voor je komst.
En we gaan het filmen als je het opschrijft. Pak een krijtje. Zoek een punt. Er staan al een heleboel namen. Ook lang niet alles is helemaal meer te ontcijferen. Kijk, een man met lengte. Dankjewel voor je komst. Figuur in actie!